vandaag, voordat de kampioenschappen gaan beginnen, op kop geplaatst Hilbrand 525. Een hele fraaie rasvertegenwoordiger die resoluut stapt, krachtig stapt en met veel tact en ruimte draaft. En met een goed achterbeengebruik en veel gemak. Hilbrand 525 op kop! Dan gaan we verder met de jeugdige Herre 524. Een hengst met heel harmonische bouw. Die beschikt over hard beenwerk. Die actief stapt. En in draf met name de eerste paar passen veel gedragenheid laat zien. Ook wat kan schakelen. Herre 524. Dan komen we bij Gossen. Gossen die zich gisteren in de kijker wist te rijden. Bij het tuigen, een hengst met statuur die lang gelijnd is, die met voldoende takt en ruimte stapt en net bij het rondstappen beter ging stappen, meer losgelaten. Die in de draf nog even zoekende is naar zijn balans, maar wel hele fraaie momenten laat zien. Gossen 5-2-6.